was u toen de oorlog begon? Waar was ik? Nog kinderen. Want u bent van 1933? Ik ben van 1933, ja. Waar we nog kinderen. Dus in 1940 was u 7? Ja. En toen... Ja, toen... Toen was... Ja, liefst praat je niet over die dingen wat je allemaal meegemaakt hebt. En dan kwam je in Westerbork terecht, kwam je in Auschwitz terecht. Want je kon hier vrij rondlopen. Je had de kans dat je dood werd geschoten. Dat ze zeiden, ja, het is zigeuner. Ze zetten de vuur op je. Je moest onderduiken. Dag en nacht leefde je onder de grond. En s'avonds kwam je eventjes naar boven toe. Een beetje frisse lucht snappen en dan moest je weer je kuilen. Net als konijnen, zo hebben we geleefd. Dan zat je vol onder de schurf, onder de gedierte. Je was helemaal uitgemerkt, helemaal mager. Ja, dat was toch ook geen leven. Maar we hebben het toch gered. Maar nu, deze dag, 4 mei, daar ben ik zo blij om dat ze mij gekozen hebben. Alleen al ook voor mijn vader en voor mijn broers. Daar denk ik ook gelijk aan. Daarvoor leg ik ook die krans neer. Die allemaal overleden zijn. Ik ben de laatste van de 15. Dat ik daar aanwezig mag zijn. Dat ik in dezelfde rij mag zitten. Bij de koninklijke familie. Dat is voor mij een hele grote eer. Ik zit wel met spanning natuurlijk. Triester voel je. Dan wordt je naam afgeroepen. Tante Mirando, dit en dat. Dan legt de krans neer. Dan gaat er toch wat in je rond. En de Sintjes die geleden hebben. Dat is mijn vader. Mijn broers zijn er ook bij. En dan leg je die krans neer, de lintjes mooi. En dan ga je een stapje terug. Blijf je even stilstaan. Maak je een buiging. En dan draai je zachtjes om, blijf je even staan en dan loop je weg. Je hoort voor de televisie als ze praten alleen over de Joden, 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 Joden. Maar nooit van de concentratiekampen over Sinti's en Roma's, wat die meegemaakt hebben. Die hebben net zoveel meegemaakt als de Joden. Voor mij is het een godswonder dat ze mij gevraagd hebben.